Ik zei dat er eigenlijk af van je leven. Ja. Ik hoop dat ik een beetje te verstaan ben. We hadden net nog wel wat geluidsproblemen aan deze kant. Gaat dat ook goed? Ik zie duimen, dus dat is heel mooi. Vooral hartelijk welkom. Volgens mij zijn we zo ongeveer compleet. Het was voor ons spannend om in te schatten hoeveel mensen er zouden komen. Maar ik denk dat als ik zo eens kijk, dat we ongeveer het aantal hebben bereikt wat we hoopten te bereiken. Dus dat is heel mooi. Nogmaals welkom. We zijn hier bij de opening van het nieuwe kruispunt. En we hebben daar gepoogd een feestelijk teentje aan te geven. En ik hoop dat u dat kunt waarderen. Als we hier zo staan, dan denken we ook terug aan de periode die achter ons ligt. En dan gaan de gedachten ook terug tot mij schiet opeens de maquette van de uitbreiding van Onder de Toren weer door het hoofd. U herinnert zich misschien nog wel. Mooi vermaakt door Jan van Herk. Nou, die plannen bleken het uiteindelijk allemaal niet te worden. En konden we vorig jaar uiteindelijk beginnen met het slopen. En is de aannemer in mei september vorig jaar gestart met de bouw. En nu een jaar later, op de streefdatum, bij de opening winterwerk, zijn we zover dat we dit pand kunnen gaan openen. En daar zijn we heel blij mee. En het is ook niet zomaar een pand. Het is wat ons betreft, en als ik ons zeg, dan spreek ik namens de bouwcommissie, is het ook een pand wat meer is dan een gewoon verenigingsgebouw, een gewone ruimte. Het is een ruimte die, ja, naar wij hopen, ook echt een nieuwe impuls geeft, ook aan het verenigingsleven, aan het samen zijn. Het is een plaats van ontmoeting, van bezinning, van gebed. En zo hebben we dat ook ervaren tijdens het bouwproces, dat we daarin ook afhankelijk zijn van de zegen van onze Heren. Kent de tekst vast wel, als de Heer het huis niet bouwt, dan zwoegen de bouwers vergeefs. En zo hebben we dat ook echt met elkaar ervaren. En daarom is het ook niet alleen met vreugde, maar ook met dankbaarheid dat we hier zo met elkaar zijn. Bedankt Leonard, dat ik in ieder geval toch iets mag zeggen bij de opening van dit schitterende gebouw. Nou ja, namens Van Dalen Bouw wil ik jullie allemaal van harte feliciteren met dit gebouw. Het is een heel bijzonder gebouw. Ik zou haast zeggen, het is een hele grote dorpswoning. Of het is een mooie boerderij in het dorp. Daarmee wil ik ook de complimenten uitbrengen aan Verstoep. Die voor dit prachtige ontwerp hebben gezorgd. Heel passend in de omgeving. Wij zijn samengewerkt in bijzonder met Leonard en Wilbert. En ook verder in het bouwteam tijdens de uitvoering is het ook allemaal fantastisch gegaan. En onze uitvoerder, John Rochelt, hij is er ook. Hij bouwt ook heel vaak iets heel groots. Maar hij heeft genoten van dit prachtige stukje ambachtelijke werk. Dat mag ik wel zeggen, want dat heeft hij tegen mij ook gezegd. Dus hij heeft zelfs gezegd van, daar wil ik er nog wel een paar van bouwen. Dus wat dat betreft is dat een compliment, denk ik, naar de ontwerper, maar ook het team waar hij mee te maken heeft. Ja, we kunnen het natuurlijk op allerlei manieren zeggen, maar ik moest denken aan een tekst in de Bijbel. En het is net aan welke vertaling dat je neemt natuurlijk. Maar degene die ik dan het meest gebruik, daar staat in Hebreeën 11. Want hij verwachtte de stad die fundament heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Nou, daar moest ik aan denken. Goed, ik wens jullie een hele fijne plek toe. Waar jullie ook blijvend na kunnen denken over hetgeen wat daar in de tekst staat. In ieder geval allemaal van harte gefeliciteerd met dit gebouw. En ik hoop dat jullie er heel veel plezier van hebben. Dan heb ik nog iets in mijn binnenzak. Een bedrag. Er moet nog een kleine actie gemaakt worden om aan dat geld te komen. Dat staat erin. Alleen, ik zou het graag willen bestemmen. Jullie zullen vast nog wat tekort komen in het gebouw qua inrichting of aankleding. Ik weet dat Leonard van diaconie is, hè, die is van de centen. Maar eigenlijk zou ik hem liever willen geven aan degene
wie weet. Je hebt nog een klok nodig, of een wandschilderij, of wat dan ook. Dus ja, ik vind het best een beetje moeilijk. Aan wie moet ik hem nou geven? Leonard, moet ik hem nu aan jou geven? Of mag ik hem aan een ander geven? Je zou haast een suggestie opwekken dat het bij mij als diaken niet in goede handen is. Maar goed, dat zal we niet doen. Maar prima plan om het aan de toekomstige beheerder over te dragen. Ja, je ook. Je mag jij ten ontvangst nemen. Ja, kom maar. Ja, ik wil natuurlijk eerst even rechtzetten dat ik natuurlijk alle vertrouwen heb in Leonard. Hè. Dat is... Ja, maar waar wil je naar voren? Alsjeblieft. Een hartelijk woord van dank aan Verstoep, hier vertegenwoordigd door Gerrit en Corné. Ook wij hebben de samenwerking heel positief ervaren. We kijken daar met veel plezier op terug. Dank voor de begeleiding ook tijdens de bouw en tijdens het vergunningstraject. Dat zijn taaie trajecten die we zonder jullie hulp zeker niet zo soepel, tussen haakjes, hadden kunnen doorlopen. Dus hartelijk dank daarvoor. Dan de buren, die heb ik ook gezien. Ik weet even niet zo snel waar ze staan, maar ook dank. Ik hoor nu dat ze weg zijn, maar dan doe ik het voor de video. Dank voor het begrip en het geduld tijdens de bouw. Dat was niet altijd makkelijk, maar jullie hebben dat geduldig gedragen. Dan alle vrijwilligers, en het zijn er eigenlijk te veel om op te noemen. Er zijn zeer veel mensen bij betrokken geweest, waarvoor hartelijk dank. En in het bijzonder ook een hartelijk dank aan de bouwcommissie, die dat alles hebben gecoördineerd. Daar zit veel werk in, dat weet ik uit ervaring, dus hartelijk dank daarvoor. Dankjewel. We maken graag gebruik van het aanbod om onze zendingswinkel onder uw en jouw aandacht te brengen. Allereerst dank hiervoor. Ook zijn we heel blij en dankbaar dat we als zendingswinkel een eigen plek in het nieuwe kruispunt hebben gekregen. De zendingswinkel bestaat al ruim 25 jaar. Dat is reden tot verwondering en dankbaarheid. Ruim 25 jaar begonnen bij de familie Michels aan de Smalzijde en nu voor de vijfde keer verhuisd en nu naar het nieuwe kruispunt. We zijn op dinsdag en donderdagavond en zaterdagmorgen geopend en kunt u bij ons of jij bij ons binnenlopen om uw kaarten, postzegels, boeken, cadeaus en dergelijke te kopen. Ook is bijna elk boek bij ons te bestellen en met kerst hebben we prachtige kerststukken. Het gaan naar de zendingswinkel is wel een bewuste keuze. We zien uit naar uw of jouw komst. Iedereen heeft toch wel eens kaarten, postzegels, een boek of een cadeautje nodig, toch? Komt u of jij straks even bij ons binnenlopen? Welkom in de enigste winkel van Nieuwland. Aan de dames die... Moet u zo een beetje kijken hoe het werkt. Nou jongens, tellen jullie mee? 3, 2, 1. Oh, yeah.